kan je blind worden als je naar de zon kijkt? Vanuit Café Lokaal in Antwerpen. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Dat we niet echt in de zon mogen kijken, weten we allen. Maar is het niet iedereen al eens gebeurd, heel even, een blik in die zon of in een spiegel of een weerkaatsing van een gebouw, de zon toch even in je ogen? Je reflex is je ogen snel toeknijpen. En dan zag je nog die warme, helle bol. En je deed je ogen open en dan was het alsof je een donkere vlek zag. Een heel donkere vlek of met verschillende kleuren. Hoe komt dat nu juist, dat je een donkere vlek ziet als je in een fel licht gekeken hebt? Laat ons eerst kijken naar het oog. Het licht komt binnen via je pupil. Je zwarte pupil. En waarom is die nu juist zwart bij iedereen? Omdat het eigenlijk geen structuur is. Het is een leegte. Het is een zwart gat. Het is de toegang naar het achterste deel van je oog. Je pupil is trouwens al een eerste bescherming tegen fel licht. Als je fel licht kijkt, ga je pupil verkleinen. Ga je in een donkere kamer, wordt je pupil groter om nog zoveel mogelijk licht binnen te laten. Dus het licht komt binnen via je pupil en bereikt uiteindelijk het netvlies. Het netvlies is de lichtgevoelige structuur die het licht omzet in een signaal dat door je oogzenuw, door de hersenen, uiteindelijk de visuele cortex of de hersenschors hier achteraan je hoofd bereikt en daar vorm je pas je beeld, niet in je oog. Nu, hoe kan het netvlies licht omzetten in een zenuwprikkel? Als we deze ene plek hier achteraan op het netvlies uitvergroten, dan krijgen we te zien dat het netvlies bestaat uit heel veel cellen. Het zijn nu de fotoreceptoren die lichtgevoelig zijn. Ze hebben namelijk in de wand van hun cel een eiwit zitten, het rhodopsine. Dat vormt een kanaal en door licht kan dat kanaal openen of sluiten. Het verandert dus van structuur. Als het kanaal sluit, gaat er aan twee zijden van de celwand een onevenwicht ontstaan tussen bepaalde elementen. En dit is het begin van een hyperporalisatie. Een ingewikkelde term, maar dit wil zeggen het begin van een zenuwsignaal dat dan getransporteerd wordt. Nu, in normaal daglicht zijn het de kegeltjes die het werk doen. Zij zijn afgebeeld als rode, blauwe en groene kegeltjes. Zij zorgen er ook voor dat je kleur ziet. De witte staafjes, afgebeeld als wit althans, die zorgen voor het licht in het donker, dat je ietsje ziet in een donkere kamer. Bij normaal daglicht zijn die staafjes overgeprikkeld. Zij hebben al hun signalen, al hun vuurpijlen afgevuurd, zijn even lam en werken niet in normaal daglicht. Ga je van daglicht naar een donkere kamer, zijn die staafjes nog altijd overgeprikkeld, maar die beginnen zich aan te passen. Die hebben even tijd nodig. En dan zijn ze uiteindelijk gevoeliger in het donker dan je kegeltjes. Dus begin je toch wat te zien in het duister. Dat zou je allemaal wel meegemaakt hebben. De kegeltjes overdag zijn zelden overgeprikkeld of verzadigd. Alleen als je in heel fel licht zou gaan kijken, dan krijgen zij ook een enorm stimulus. Gaan ze al hun pijlen afschieten en zijn zij even verzadigd, liggen lam, werken niet meer. Dus die plek van je netvlies die dat lichtsignaal kreeg, ligt even lam. De zones er rond werken wel normaal. Dus als je naar een fel lamp keek en je kijkt dan naar iets anders, dan is die zone waar je de lamp had, werkt niet. De zones er rond werken wel. Vandaar dat je een donkere of een veelgekleurde vlek ziet in het centrum. Nu, gelukkig is dit van voorbijgaande aard. Die fotoreceptoren gaan zich terug herpakken, gaan terug signaal kunnen opbouwen en werken na een tijdje terug. Er is nog een ander mechanisme waar de zon schade kan berokkenen. Als je te lang in de zon gaat kijken, is het een ander principe. Daarvoor ga ik eerst even uitleggen hoe het oog een lichtbundel focuseert.
Zoals hier aangegeven, komt er een lichtbundel van oneindig, van heel ver. Die wordt gebroken door je cornea, het voorste deeltje, en vooral door je lens. En die focuseert de stralen op één punt op je netvlies. Net op dat netvlies en dan zie je scherp. Is je oog niet 100% normaal, ben je bijvoorbeeld bijziend, dan gaat je eigen oog een lichtbundel van oneindig focuseren net voor het netvlies. Dus je ziet niet scherp. Geen nood, we zetten er een glaasje voor, een brilglas, en die gaat dat corrigeren zodanig dat de bundel terug op het netvlies valt. Je ziet scherp. Nu, onze eigen lens werkt een beetje als een vergrootglas. Je herinnert je misschien vroeger dat je wel eens speelde met een vergrootglas en het zonlicht, een beetje stro of een papiertje erachter. En met wat geluk kon je een vuurtje doen ontbranden. Wel, in het oog is het min of meer hetzelfde. Niet alleen het zichtbaar licht wordt gebroken en gefocuseerd, maar alle straling van de zon. De zon heeft namelijk heel wat meer golflengtes dan alleen het zichtbaar licht dat wij zien met de kleuren. Bijvoorbeeld heb je UV, dat je huid doet verouderen en ook bepaalde structuren in het oog sneller doet verouderen. Je hebt de infrarode golflengte, die ook door je fotoreceptoren wordt opgenomen en wordt omgezet in warmte. Dus als infrarood te sterk is, te veel gefocust, gaat het eigenlijk je fotoreceptoren verbranden. En dit is een onomkeerbaar proces. Je gaat je receptoren doden, je gaat een litteken krijgen en dat gaat niet meer weg. Dan zie je een zwarte vlek, die blijft. Hoe erg dat nu is, heeft te maken met waar komt die lichtbundel nu juist terecht in je oog. Je netvlies is groot. Dat vormt heel de achterwand van je oog. Het cirkeltje toont de gele vlek. En dat is de plaats van het netvlies waar je scherp ziet. De belangrijkste plaats feitelijk van je netvlies. Als zo'n verbranding zich voordoet ergens aan de zijkant, heb je daar relatief weinig last van. Als die verbranding zich voordoet net in die gele vlek, dan zie je niet meer scherp. Als je dan iets wil lezen op een blad, je focuseert op je scherptepunt en je gaat je blad en je lijnen af en dat is scherp, want de rest van het blad is feitelijk niet scherp. Als je nu die fovea, die gele vlek, beschadigd hebt, dan kan je nog zoveel als je wil over je tekst heen gaan. Geen één punt is nog scherp. Dus je bent de scherpte van je zicht kwijt. En wanneer verbrandt nu die gele vlek? Als je natuurlijk recht in dat licht gekeken hebt, ga je net die gele vlek verbranden. En helaas voel je dat niet. Als je met dat vergrootglas en de zon op je arm zou focuseren, ga je direct wegtrekken. Daar heb je pijnsensoren. Het netvlies is niet gevoelig, toch niet voor die prikkel. Dus je voelt dat niet. Je ziet dat eigenlijk pas een paar uren later of de dag daarna. Kan alleen de zon dit doen? Nee. Ook lasers kunnen dergelijke schade aanrichten. Lasers in een discotheek, in van die grote festivals die helemaal tot de wolken schijnen. Uiteraard kijk je daar niet in. Maar zelfs kleine lasertjes, pointers, laat die nooit slingeren. Zeker als er kinderen in de buurt zijn. Kinderen hebben nogal de neiging om eens lang ergens in te kijken. En zo is reeds beschreven dat het centrum van het oog van een kind verloren gaat daardoor. Kortom, word je blind als je naar de zon kijkt? Wel, als je dat heel even doet, is het vergelijkbaar met kijken naar een felle lamp. Dan zie je even een donkere vlek, omdat je cellen overgeprikkeld zijn. Maar dit gaat weg. Het is wel een signaal van je eigen lichaam dat je moet respecteren. Je lichaam zegt, blijf niet te lang kijken, want inderdaad, als je te lang blijft kijken naar die zon, krijg je onomkeerbare schade. En vooral als dit in je scherptepunt is van je netvlies.
Ben je dan blind? Niet echt. We spreken pas van blindheid als je niets meer ziet. Je ziet dan nog wel alles rondom, maar dat is eigenlijk vaag. Je kan niet meer lezen, dus dan noemen we dat geen blindheid, maar dan noemen we dat toch een serieuze visuele handicap. Dus kijk nooit naar de zon.